Nou, ik vind het nu heel zorgelijk worden. Natuurlijk gebeuren er altijd dingen die je niet wil. Het is een TBS-kliniek. Mensen die totaal ontspoord zijn, worden langzaam op het spoor gezet. Dus dan gebeuren er dingen. Maar hier gebeurt wel heel erg veel. Hier gebeuren ook dingen die te maken hebben met veiligheid. Incidenten die heel zorgelijk zijn, vuurwapens, overledenen. Ja, dan gaan echt alle alarmbellen af. Ja, nou nu blijkt ook dat cliënten daar, of in ieder geval een aantal cliënten, daar de dienst uitmaakt. Echt lang gestrafte TBS'ers die daar heel lang zitten en dus steeds meer invloed op de afdeling hebben gekregen. En dus grip hebben gekregen op het personeel en andere cliënten. Maakt u zich daar zorgen over? Ik maak me hele grote zorgen over deze kliniek. Omdat we te veel incidenten krijgen, over te veel incidenten berichten krijgen. Natuurlijk weet je dat er soms ook dingen worden verteld waarvan je denkt, klopt dat nou wel, daar moet je goed naar kijken. Maar als er zoveel signalen zijn en ik ze zelf ook krijg, niet alleen terecht naar Omroep Brabant gaan, maar ook als Kamerlid krijg ik brieven waarvan ik denk, wacht eens even. En dat zijn er te veel. Het zijn er zijn signalen van patiënten, de cliënten die er nu zitten, mensen die er weg zijn gegaan en personeel dat weg is gegaan en personeel dat er nu zit. Dus dat zijn eigenlijk vier groepen waar signalen van komen. Ja, dan denk ik echt, dan is er meer aan de hand. En wat staat er in die brieven? In die brieven staat dat het onveilig is. Dat er dingen worden binnengesmokkeld die niet naar binnen mogen. Dat er te veel door elkaar heen gelopen wordt. Dus de afdeling waar mensen zitten, die heel erg beveiligd moeten worden, die lijkt toch onvoldoende gescheiden van de afdeling waar mensen weer resocialiseren. En het lijkt erop alsof de afdeling waar geresocialiseerd wordt, dat er eigenlijk te weinig zicht op is. En dat er te gemakkelijk wordt gedaan van jullie kunnen allemaal naar buiten. En ja, ook wanneer je ziet, wanneer je hoort dat personeel lastiggevallen wordt. Dat er geweldincidenten zijn, te veel geweldincidenten achter elkaar. Mensen zich echt onveilig voelen, geïntimideerd voelen, niet hun mond open kunnen doen. Dat zijn allemaal signalen die ik krijg. Mensen die zich grote zorgen maken over de incidenten. Partners van patiënten die aangeven van nou, er is zo vaak aandacht gevraagd en toch is het helemaal misgegaan. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het belangrijk dat er serieuzer naar gekeken wordt dan alleen naar die incidenten. En wat moet er worden gedaan om de veiligheid van die cliënten en werknemers weer te waarborgen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er een integraler onderzoek komt naar wat daar aan de hand is. Natuurlijk doet de inspectie nu af en toe onderzoek naar incidenten. Er wordt ook over het algemeen gekeken naar het beeld. Maar ik denk dat het moment daar is, en daar zal ik de staatssecretaris op bevragen, om integraler te gaan kijken, wat is hier aan de hand? Is er daadwerkelijk sprake van een angstcultuur? Is er een bedreigde situatie? Is het zo dat cliënten de dienst uitmaken? Is het zo dat de verbetermaatregelen, want het was al heel lang moeilijk in de woensdagsupport, maar dat de verbetermaatregelen niet uitpakken zoals we hadden gehoopt? Ik denk dat het belangrijk is dat we integraler kijken. Dus volledig, niet alleen een keertje een steekproef, een keertje kijken naar een incident. Maar echt meer aandacht besteden, meer interviews houden om erachter te komen wat er echt aan de hand is. Ja. Als woordvoerder van Veiligheid en Justitie bent u goed geïnformeerd over wat er allemaal aan de hand is in TBS-klinieken en ook in gevangenissen. Als u kijkt naar andere soortgelijke klinieken en dat vergelijkt met de woensdagsupport, wat valt u dan op? Het valt me op dat er op dit moment te veel signalen komen vanuit de woensdagsupport dat er van alles aan de hand is. Ik krijg altijd signalen uit gevangenissen, uit TBS-klinieken, dat er incidenten zijn. We sluiten natuurlijk de moeilijkste mensen op, dus natuurlijk zijn er incidenten. Het is in alle eerlijkheid ook goed om wat ruimte te geven aan mensen die terug moeten keren in de samenleving om te zien of ze het aankunnen. Dus als er een keer een blaadje wordt gevonden dat er niet mag zijn, of een keer een mobiele telefoon, dan zie je juist dat mensen niet voorbereid zijn nog op hun terugkeer. Ze moeten kunnen experimenteren met gedrag. Maar dit zijn signalen die verder gaan dan dat. Dit gaat echt over veiligheidsincidenten, over mensen die het leven hebben gelaten, waar nabestaanden alarm over hebben geslagen. Ja, dan is er echt meer aan de hand. Ja, we hebben het hier natuurlijk wel over gedetineerden, een complexe doelgroep. Pakt u al die signalen die zij dan ook bij u kenbaar maken altijd serieus op? Ik pak alle signalen serieus op, omdat ik vind dat het belangrijk is om niet weg te kijken. Maar tegelijkertijd zijn er ook signalen waarvan ik denk, kijk, als een cliënt of een TBS of een gedetineerde aan mij aangeeft van ja, ze hadden drugs gevonden, dat is ingevoerd door personeel. Dan denk ik, natuurlijk zeg je dat.
Dus ik let erop. Ik kijk van, nou, ik heb een speciaal vakje in mijn mailbox waar ik al die incidenten neerzet. Af en toe trek ik aan de bel. Soms doe ik dat ook achter de schermen. Soms bericht ik het ministerie van, ik krijg deze signalen, hier maak ik me zorgen over. Dus niet altijd per definitie via openbare kanalen. Soms is de veiligheid zo in het geding dat ik denk, wacht even, nu moet ik optreden. Ik heb de staatssecretaris ook wel eens gebeld over een incident waarvan ik dacht, nu moet je echt even kijken wat hier aan de hand is. Dus er zijn allemaal manieren waarop ik het doe. Maar dit is inmiddels een totaalbeeld. Een totaalbeeld van veiligheidsincidenten. Gelukkig zijn er ook personeelsleden die zeggen dat ze zich daar niet in herkennen. Ook voor hen is het belangrijk om dan de geluiden uit de wereld te halen. Dus ik denk dat het in ieders belang is dat hier serieus naar gekeken wordt om erachter te komen of er dingen echt misgaan in deze kliniek. En of er maatregelen moeten worden getroffen verdergaand dan al zijn getroffen. Ja, en hoe kunnen we die maatregelen nemen en wie moet dat doen? De staatssecretaris moet hier het heft in handen nemen. Die moet met de verschillende inspecties om de tafel om te kijken hoe krijgen we een integraler beeld van deze kliniek. Ik denk dat het belangrijk is dat misschien directeuren van klinieken, psychiaters van klinieken mee gaan kijken, audits extra doen om te zien wat is hier aan de hand. Want als je hier alleen maar af en toe de thermometer insteekt, dan vraag ik me af of je een goed beeld krijgt.